Dag beste mensen, weer een nieuwe video nu over het fabeltje wat gaat over de sterrenkundigen, de astrologos, van Isaac Vos natuurlijk. Astrologos, ex ion he castote hesperas, he etos eige tus asteras episcopesai. Een astrologos, een sterrenkundige, ex ion, een participium presens actief van ex eimi, maar dan met eimi. Met zo'n dakje erop, zoals hier zo. Dat wil zeggen, eimi gaan. Dus naar buiten gaande. Die naar buiten ging, terwijl hij naar buiten ging. Hekastote, eigenlijk steeds. En hesperas betekent dan avond. Hespera, maar dan de genitief van tijd wil zeggen s'avonds. Denk eraan. S'avonds is de verkorting van des avonds. En dat is een oude Nederlandse genitief. Dus precies dezelfde manier van zeggen. Dus steeds s'avonds naar buiten gaande. Dus terwijl ik zo zeg, maar s'avonds naar buiten ging. Eigen ethos, imperfectum van ego. Dit geeft een raar argument. Verlenging van epsilon tot ei in plaats van e. Had de gewoonte, of had een gewoonte, maar wij zouden zeggen, had de gewoonte. Om tus asteras de sterren. De episcopeo betekent bekijken, hier infinitivus van de aoristes. Die gaan de stigmatische aoristes, hier zo'n uitgang saai staan voor de infinitivus. Dus te bekijken, om de sterren te bekijken. Nou, nogal logisch. Kai de pote peri ion eisto pro asteion, kai ton nun holon echon proston uranon, erathe katapeson eis frear. Kai de pote en... Toen, dus dan potte eens een keer ooit, en nu niet ex-ion, maar peri-ion, exact dezelfde vorm, maar dan met een ander voorvoegsel, namelijk rondom of zo, rondgaande, hè, terwijl die rondging. Eistel pro-asteion, in de omgeving van de stad, hè, dus astu is de stad, pro-astu is letterlijk voor de stad, of in dit geval dus voor de poorten van de stad, dus toch pro-asteion is de voorstad, oftewel, ja, ze noemen nog steeds hè, de voorsteden, laten we zeggen de buitenwijken. In de omgeving van de stad. En terwijl hij had, egon, participium presens, ton noen, terwijl zijn noen, zijn geest, zijn aandacht, holon, helemaal had, prostan uranon, richting de hemel. Zijn aandacht helemaal gericht had op de hemel, zo kan je het ook zeggen. Elate, en dat is een aoristus van Lantano. En Lantano is eigenlijk zoiets als... ongemerkt zijn, of niet gemerkt zijn, of zoiets dergelijks. En dat wordt heel vaak gecombineerd met een participium. En dat betekent iets als ongemerkt, of zonder dat je het door had, of zo. En dan maak je hiervan, van het participium hier dus, maak je dan de persoonsvorm. Dus letterlijk staat hier dus, was ongemerkt, nadat hij gevallen was. Kata peson, participium van kata pipto. Dus dan pipt wordt pes, is een thematisch aoristisch, sorry. Ona voor het participium. Actief natuurlijk. Dus nadat hij gevallen was, was hij ongemerkt. Nou, dat is niet wat ze bedoelen. Ze bedoelen, viel hij ongemerkt. Viel hij zonder dat hij het zelf doorhad. Maar dat is ongemerkt voor zichzelf, bedoelt hij ermee. IJs frear, in een put. En dan... Oduromenu de autu, caibo ontos, pariontes, hos ecus eton stenagmon, prosathon, caimathon ta sembeverkota, efe prosathon. Dan krijg je eerst een genitivus absolutus met twee participia erin. Oduromai is jammeren, een boao, een a-werkwoord. Hier is de vorm dus boaontos, en de oao samen wordt o. En de NT, wij staan op een participium, presens gewoon. Dus hier ook, terwijl hij, dan maak je er een zinnetje van terwijl van, hè, met een participium presens is, en dan maakt het onderwerp in dat zinnetje, die andere genitivus vorm. En terwijl hij jammerde en schreeuwde, boao betekent schreeuwde. En dan komt er eigenlijk een van de tis, die je zelfstandig gebruikt, dus iemand. Iemand, parion, nou je had hier exion, de buitengaande, perion, de rondgaande, rondwandelen, parion, langslopende, langsgaande, er langslopende. Dus iemand, toen die er langs liep,
Dan krijg je een zinnetje met hoos ekus. Dus hoos maakt dan betekenis als ja, zodra of toen. Toen hij ekus is gewoon oude van akuo, hoorde. Toen hij hoorde, en dat kan met een genitief ook geconstrueerd worden, tons ten nakmon. En hos ten nakmos is geklaag. De klachten eigenlijk, de geklaagden, nou dan kan je zeggen de klachten. Dus toen hij die klachten hoorde, dat geklaag hoorde, pros elthon, ook weer partie van auristus, nadat hij dichterbij was gekomen, van pros ergomai, kai mathon, van mantano, ook weer partie van auristus, en dat hij, nadat hij geleerd had, nadat hij vernomen had, ta sum be berkota is een participium van het werkwoord sumbaino. De stam, sumbaino betekent trouwens gebeuren, gewoon, of overkomen. De stam bain is veranderd in bè, en dan komt er een replicatie voor het perfectum. En dan, de kapper natuurlijk, die hoort ook bij perfectum, en dan de keletters ot, en dan de alfa voor de accusativus. Accusatief is onzijdig meervoud, maar maakt er een participium van. Dus het is dus een participium perfectum actief. Maar het is hier zelfstandig gebruik, want er staat ta sum bebe cota en dan niks. Dus er hoort niks meer bij. Letterlijk de gebeurde dingen. De dingen die gebeurd zijn, de gebeurtenissen. Of eventueel gewoon wat er aan de hand is. Dus en nadat hij had vernomen wat er aan de hand was, nadat hij de gebeurtenissen vernomen had, efe pros auton. Zei hij tegen hem. Nou, deze zin is, trouwens, efe is een imperfectum van femi, zou ik spreken of zeggen. Deze zin bestaat uit ontzettend veel participia. Dit laten we dit wel vooral met een zin, een vertaal zoals het net heet. Dus terwijl hij jammerde en schreeuwde. Laten we parion dan eigenlijk vertalen met een zelfstandig naamwoord. Dat is denk ik het mooiste. Tis parion is eigenlijk gewoon een voorbijganger. En dan maken we hier natuurlijk een bijzin van. Hè. Toen een voorbijganger die stenagmon, die klachten hoorde. En dan maken we van die en van die twee hier zo, maken we gewoon, noem je dat, persoonsvormen. Dus kwam die naderbij en vernam wat er gebeurd was. En even en zei tegen hem. Dat is denk ik de mooiste manier om te vertalen. Dat mag je ook eigenlijk altijd doen. Hè? Als je participium aoristus ziet in de nominativus. En daarachteraan komt dan een persoonsvorm. Vertaal dit dan gewoon als een persoonsvorm met en erachter. Dus als we hier persoonsvorm met weer en extra. En dan pas de persoonsvorm zelf vertalen. En dan, wat zegt hij? O houtos suta en uranoi blepijn bij Romanos, tau epites ges ugorais. En o houtos betekent zoiets als o die, maar dat wordt eigenlijk altijd met het Duits een uitdrukking van hé hey, jij daar. Dat is wat er wat mee bedoeld wordt, dus een manier van zeggen. Su, jij, eerste participium presens, terwijl je probeert, hè, dit werkwoord pera o mai. A, O trekt samen tot O, dus peraomenos wordt peraomenos, participium medium, presens. Dus terwijl je probeert te bleppijn, te zien, ta en uranoi, letterlijk de in de hemel. En hier dan de als in onzijdig meervoud, hoe men bedoelt, de dingen in de hemel. Dit eigenlijk maakt ta van en uranoi een zelfstandig naamwoord. De hemelse dingen, of zou ik zeggen, oftewel de sterren hier natuurlijk. Terwijl je de dingen in de hemel probeert te zien. Oeg horais, oeg is niet, komt hier met een gi in plaats van met een kappa, omdat de volgende woord met een spiris asper begint. En horais is ook een a-werkwoord, het is hora-o. Dus krijg je voor de jij-vorm horais. Dat trekt samen tot horais. De jota is er dan eronder gaan staan, want het is een lange alfa. Dus terwijl je dat probeert, dus zie jij niet, horais zien. En dan niet ta en uranoi, maar ta epites ges. De op de grond. Oftewel de dingen op de grond. Namelijk die put. Of die dan daadwerkelijk helpt hem eruit te komen of niet. Dat vertelt het verhaal niet. Maar het is meer een soort van verwijt die maakt van hé, joh, we sukkel. Kijk je de hele tijd omhoog in plaats van gewoon voor je uit te kijken. Want anders dan krijg je dit soort dingen. Hè? En dan komt de moraal. Toi logoi tu, toi gres, oita antis pros ekeinus ton antropon. Hoi paradoxos alla zonaultes.
Udita coenatois anthropos epitelein dunantai. Oké, nou, je voelt hem een beetje aankomen, denk ik. Maar het wordt mooi gezegd. Toi logoi toutoi. Dit verhaal. Logos is verhaal in dit geval. Gresoito antis. Tis is weer iemand, net zoals we dat hier zagen. Hier zien we de stam gre. Dat komt van gre omai of gra omai. Dat betekent gebruiken. Dan komt er een sigma alpha achter. Dat wijst op sigmatische aoristus. En dan komt er een jota voor de optatives. En ton natuurlijk voor de uitgang van de derde zijn van het medium. En een optatives in combinatie met an wil zeggen... Potentiaal is, mogelijkheid. Kan je vertalen met zou kunnen. Dus dit verhaal zou iemand dus kunnen gebruiken. Iemand zou dit verhaal kunnen gebruiken. Overigens zit dat in de dativus, omdat het werkwoord grauw mij altijd een dativus bij zich heeft als, in plaats van een leidend voorwerp. Goed, zou het kunnen gebruiken. Pros wil zeggen zoiets als in de richting van, of voor, of bij. Ekeinus, die toonantropon van de mensen. Met diegene van de mensen, hoi, die. Hoi is weer zo'n betrekkelijk voornaamwoord. Dat verwijst dus terug. Hè. Dat is net eigenlijk een soort van lidwoord, maar dan met een accentje erop geschreven. Dus diegene van de mensen, die. En dan krijg je eerst een participium. Paradoxos, alezonaiontes. Paradoxos betekent eigenlijk gewoon ongelooflijk. En alezonaio betekent opscheppen. Hier een participium presens. Dus ongelooflijk opscheppend. Dus die, terwijl ze ongelooflijk opscheppen. Ude. Zelfs niet, of niet eens, ta koina, de gewone dingen. Net zoiets als dat ta epites gensum, ta enuranoi, maakt ta koina hier, het ta van koina hier ook een zelfstandig naamwoord. En koinosis is dus gemeenschappelijk of gewoon. Hier dus ta koina, de gewone dingen, het gewone. Die dus zelfs niet de gewone dingen, tois anthropois, voor de mensen, de dingen die voor mensen gewoon zijn, de voor mensen gewone dingen. Dunantai, de uitgang ntai is daarop zo'n meervoud. En het werkwoord is dunamai, het is gewoon presens. Dus kunnen, die dus niet eens kunnen. Epitelein, epiteleo is eigenlijk zoiets als volbrengen, voltooien, doen, uitvoeren, dat soort dingen. Dus die ongelooflijk opscheppend, terwijl ze ongelooflijk opscheppen, niet eens dingen die gewoon zijn voor de mensen, kunnen verrichten, voltooien, volbrengen. Vraag ik maar even dus net met die astroloog. Die heeft zijn hoofd natuurlijk helemaal bij de sterren. Met de verheven zaken als het ware. Maar hele gewone dingen zoals rechtdoor lopen en niet in put vallen. Dat kan niet. Nou, dat wordt hier een beetje abstracter gemaakt in die moraal. Het is gericht op mensen die opscheppen. Over dat ze heel erg knap zijn in bepaalde dingen. Maar hele gewone dingen niet kunnen. Tot zover. Heb je er wat aan gehad? Fijn. Zo niet, jammer, maar in ieder geval zou ik zeggen, tot de volgende keer. Dag, dag.